Op de eerste werkdag van minister Verhagen maakte hij een oversteek van buitenlandse zaken naar het nieuwe ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Als je daar dan weggaat, die mensen dag zegt, ja, dan pink je een traantje weg. Op een eerste werkdag van een nieuwe minister staan in de agenda een bezoek aan de koningin en het in ontvangst nemen van de overdrachtsdossiers. Ik denk dat in die financiële economische crisis juist zo'n nieuw te vormen ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een enorme input en een impact kan hebben op het economisch herstel. Minder regels voor de ondernemers, gebruik maken van de kracht van landbouw met die innovatie, gebruik maken van de kennis en de enorme contacten, netwerken met het bedrijfsleven vanuit Economische Zaken. Daar een nieuw ministerie van maken, dat gekoppeld met innovatie, want daar zullen we toch ons geld moeten verdienen. Nou, dat lijkt me een fantastische uitdaging. Nou. Volgende week begint Verhagen echt als nieuwe minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Maar ik zou eigenlijk eens even met een aantal mensen om de tafel willen gaan zitten, benen op tafel. Oké, jongens, wij willen over 4 jaar meer werkgelegenheid hebben dan het hele CPB dacht dat we op basis van deze plannen konden realiseren. Wij wilden minder regels hebben dan we in ons regeerakkoord hebben geschreven. Hoe gaan we dat bereiken? Welke missie zien we? En hoe gaan we innovatie, dus kennis, bedrijfsleven en overheid met elkaar bundelen, zodat het elkaar versterkt en die drie samen meer is dan de drie individuele delen. De nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is Henk Bleker. Dus als het gaat over de ecologische hoofdstructuur, over het gemeenschappelijk landbouwbeleid, over quota en dat soort dingen meer, dan praat ik toch nog wel behoorlijk mee, geloof ik. Je bent ook nog minister van Buitenlandse Handel. Je krijgt razend druk. Hoe gaat het aanpakken? Ja, ik denk dat ik vooral behoefte heb aan een hele efficiënte indeling van mijn agenda. Ja, dan moeten we ook selectief zijn. Niet alles kan. Niet alles hoeft ook door de bewindspersoon altijd gedaan te worden. Dus ja, op die manier hoop ik het allemaal een beetje werkbaar en leefbaar te houden voor mezelf.